Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij weer een nieuwe challenge hier natuurlijk op Call of Duty Ghosts. De vorige challenge was, haal 50 kills met de Bison of Freefall. En ik dacht van, weet je, de Bison is gewoon een goed wapen natuurlijk om te gebruiken. Waarom gaan we niet een keertje proberen om 50 kills te halen met de Chainsaw op Dropzone? Dus, we spelen de map Octane, we spelen met de Chainsaw zoals je kan zien. Ik heb Rapid Fire erop staan en een Muzzle Break. En we gaan dus heel simpel gezegd kijken wat wij hiermee kunnen gaan verrichten. Ik denk, als ik eerlijk ben, dat het echt kapot slecht gaat. Maar... wow, 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 wat? Ik dacht dat hij al 20 keer dood was. Oh my god. Oké, dat is faal nummer 1. En dan gaan er waarschijnlijk nog heel veel komen. Oh shit, ouwe. Ik dacht dat die fangs wel sneller dood gingen. We spelen bij de wereld op de PlayStation 4. Dus zet hem natuurlijk in 1080p voor de beste kwaliteit. En dankjewel, jongens. Die fan moest even dood namelijk. En we gaan eens kijken of we 50 kills kunnen droppen, man. Chainsaw, jongen. Dit gaat echt niet goed komen. Zit er gewoon 3 op top 1. 3. 4! Er zitten gewoon 4 op één huisje! Wat een beest! Reload even dat wapen, alsjeblieft. Holy shit, ouwe. Er zit er nog één op dat huisje, jongens. Er zit er ook nog één op de dropzone. Dat is natuurlijk niet zo handig, want dan krijgen ze weer punten erbij. En zometeen winnen ze het potje. Hij zit er nog steeds op. Hij zit gewoon nog steeds op topan, gek. Wat een beest is die gozer. En nu ga ik hem killen ook. Kijk uit voor die kuthelikopter. Rot op. Rot op, rot op, rot op. Oké, ze gaan weer naar topan, man. Wacht, 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 wacht. Oké, er zit er dus hier één. En er zit er nog één, hoor. Dus ik kan wel even opletten. Maar kut, die helikopter ook nog. Ik moet naar beneden, want die helikopter zit er natuurlijk ook nog. Die was ik eventjes vergeten. Kom jij eens hier? Kom dan. Let's go, ouwe. Oké, we hebben al 9 kills op dit moment. Ik moet hier beneden blijven zitten door die scheidhelikopter die de enemy... ah! Door die scheidhelikopter die enemy natuurlijk heeft gehaald. Dat was een vulture, man. Dus als die helikopter nou even weggaat, dan kunnen we natuurlijk... dan kunnen we natuurlijk gewoon weer normaal naar buiten rennen. Want op dit moment gaat dat echt namelijk niet lukken. Omdat die helikopter op iedereen en alles natuurlijk aan het schieten is. Fuck it, ik ga gewoon. Nu meteen weer naar binnen, meteen weer naar binnen. Anders killt hij me meteen. Go, 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 naar binnen, naar binnen. Woo! Ik zat vast bij de deur, man. Oké, we zijn weer binnen. Er liggen nog enemies op de dropzone, dus moeten we even killen. Anders verliezen we zo kapot hard. En daar heb ik natuurlijk nou net geen zin in. En die enemies pakken alleen maar al die care packages op, man. Dat gaat moeilijk worden, ik zweer het je. Kom op, teammate. Ren door, ren door, ren door. Ze zitten allemaal aan bottom gas. Zo heet die al die co-house. Ik ben voor de mensen die veel competitive spelen nu gewoon de co-house natuurlijk aan het noemen. En, nee, shit man, ze hebben vultures, ze hebben van die night oils, ze hebben fucking helikopters, ze hebben sentry guns, ze hebben eigenlijk alles wat ik gewoon niet tegen me wil hebben. En het komt omdat ze al die care packs natuurlijk aan het oppakken zijn. Dat is ook eigenlijk de bedoeling natuurlijk van Dropzone, maar het is best wel irritant als ze natuurlijk dit oppakken, dus. Hey, mooie campspot maat, holy shit, yes, ik heb ook een care pack, wow, Jaraski heeft de care packs gehaald hoor. Ik ben eventjes de achterstand die we net hadden even aan het terugzetten. Want ik heb natuurlijk geen zin om ook nog eens dat potje kaart te gaan lopen verliezen. Dus geef mij mijn ammo crate. Wauw. Iedereen krijgt die shields, helikopters en al die shit. Wat krijgt Jaraski? Een fucking ammo crate. En oh, dat was een mazzel op mijn kop. Ik krijg ook echt een ammo crate, jongen. Doe nou normaal, Call of Duty. Iedereen krijgt chille dingen en ik krijg een fucking ammo crate. Oké, maakt niet uit. We zitten vast. Maakt allemaal niet uit, joh. Ik ben het wel gewend dat ik kut dingen krijg namelijk. Oh, kut. En mijn rug zit er ook nog heen. Oké, let's go. Oh nee, een assist, lul. Ik moet de kills krijgen. Ik heb 50 kills nodig. Ik zit nu op 22. Het potje is al 3 minuten bezig. Dus we moeten ietsje sneller gaan natuurlijk. Willen wij de 50 kills gaan halen. Maar het is nog wel mogelijk. Oh shit, fuck, tieten. Kom op nou, pak deze carepacks maar op. Geef mij deze carepacks. Wat zit erin? Ammo crate, rot op, die hoef ik niet. Ga toch heen, joh. Ik heb al 1 ammo crate gekregen. Eentje is wel genoeg, jongens. Kut, sorry, man. Ik moet ook even kijken of ik een carepacks kan binnenslaan. Want deze enemies liggen de hele tijd op die dropzone. Dat is natuurlijk aan de ene kant chill, want je kan ze makkelijk killen. Maar aan de andere kant is het ook echt gewoon scheid kut. Want ze winnen natuurlijk ook heel erg snel dat potje. En dat is nou net niet de bedoeling. Ik zag hem niet. Ik zag hem niet, man. Kom op, jongens. We moeten naar die dropzone toe. We staan 1000 punten achter. Weet je hoeveel dat is? Als we nou even gewoon op die dropzone gaan, dan kunnen we nog deze achterstand die we nu hebben, kunnen we nog goed maken, man. En jou heb ik, maat. Er ligt er nog één op. Er ligt er nog ergens één op. Huh, weer met die mals. Rot nou op met die scheid dingen. Oké, nu wil ik een carepack. Dus kom op. Ik ben de teamspeler. Oh, fucking hell! Oh, shit, sorry, man. Is dit carepacks voor mij? Ja, kijk eens aan. Ik heb een vestje. Kom op, de volgende dropstone zit helemaal rechts. Ik zweer het, we moeten dit winnen, jongens. Ik wil wel heel leuk de challenge proberen te halen, maar... what the fuck? Waarom staat de capture... kijk op mijn minimap. Er staat capture achter mij. Die dropstone zit helemaal niet achter mij. Kut minimap. De minimap laat me hier gewoon in de steek, man. Jou heb ik. Er lopen er hier nog 2. Teammate heeft er ook een zo te zien. Kom op, jongens. In mijn rug komt er een, hoor. Teammate, let op hier. Oh, shit. Hij zit daar! Oh my god, ik zat hem te zoeken. Ik dacht, waar de fuck is die vent nou? Maar hij zat hier gewoon beneden met zijn fucking night oil. Die krijgt ook weer die steals en zijn carepacks natuurlijk. En wat krijgt Jaraski? Allemaal kakdingen. Oké, let's go, zit er nog eentje op. Die heb ik ook, zit er nog eentje op. Waar is nummer 4? Die heb ik ook. Zit er nog eentje? Die heb ik ook. Zit er nog eentje? Die heb ik ook.
Dikke triple. Oké, nu moeten wij die care package halen, man. Kom op, reload dit wapen, want ik heb geen ammo meer. Snel, snel, snel. Oké, let's go, we zijn gereload. Komt er één links. Ja, heb ik ook. Let op, ze kunnen via twee kanten, jongens. Hou er rekening mee, komt er hier nog één, sowieso. Oké, toch niet. Oké, de dropzone is weer veranderd, jongens, we moeten hier weg. Oh shit, hij staat uit de line! Hij staat uit de line! Oh my god, mijn minimap is nog steeds bugged. Er staat nog steeds capture achter me op mijn minimap in die alley. Maar dat klopt helemaal niet, jongens. Oké, jou heb ik. Zit er sowieso hier nog eentje ergens. Yo, let's go. Oké. Jat die cap. Nee, wacht, er komt er een. Ik hoef geen ammo crate. Rot nou op met die scheid ammo crates, jongens. Ik ben de enige die nu voor de objective aan het spelen is van mijn hele team, man. Dat is nou net niet de bedoeling. Kut, ik moet reloaden en er komt er een achter me. Oh my god, je bent geowned. Fuck, fuck, fuck. Ik ben dood. Shit, ik moest reloaden, man. Snel weer naar die dropzone, jongens. We staan op dit moment nog 1200 punten achter. Ik ben de enige die erop gaat. Ik heb weer 40 kills op dit moment. Dus ik kan de 50 kill challenge sowieso natuurlijk halen. Maar nu is het nog een kwestie van... Ah, winnen we het potje. En waarom ga jij niet dood, man? Kom op, jongens. Holy shit, ouwe. Ik snap echt niet waarom niemand op dat ding gaat. Ik ben de enige van mijn hele team die er gewoon de hele tijd op zit. En ik heb gewoon 43 kills. En hier, ik zit er alweer op, man. Kom op, help me nou, jongens. Alsjeblieft. Mijn minimap is weer bug. Nu staat er opeens capture daar binnenin. Hij gaat lekker, hè, minimap. What the fuck, man? Minimap is keihard bugged. Is die hero scout voor mij? Oké, daar heb ik nou net niks aan. Zo'n hero scout vind ik namelijk echt kut. Maar we houden wel die drop zo, man. Hou die drop zo, hou die drop zo, hou die drop zo, hou die drop zo. Ik heb hem nog steeds. Kom op, help me, jongens. Help me dan, jongens. Ah, dankjewel. Hij heeft me geholpen. Let's go. Komt er nog één. Kut zo. Ik heb nog 6 kogels. Oh shit, fuck my life. Geef mij die set, kom. Die is van mij. Oké, nu moet ik heel snel reloaden. Maar wacht, ik ga hem gewoon nijven. Oh shit, oké. Dat gaat helemaal niet lukken. Fuck. Scheid, kom op. We staan nog 3000 punten achter. Ik heb 45 kills. De 50 ga ik sowieso halen. Dat is geen. Dat is natuurlijk geen moeite meer, maar. Holy shit, dit is mijn support squad, mate, maat. Let's go. Hier, nu haal ik ook allemaal care packs, man. Ik krijg alleen maar poepdingen eruit. Set komt op zich is nog wel lekker. Oké, volgende dropzone. Hij zit... in het midden weer, in het midden. Zoals de eerste dropzone ook was. Oké, in het midden. Dan gaan we daar langzaam proberen om naartoe te rennen, natuurlijk. Holy shit, ouwe. Oh, kut, mijn squad member is nu al dood. Ik heb hem net 2 seconden, man. Snel, reload het wapen, want er lopen allemaal enemies naast me namelijk. Oké, let's go. Wat? Opeens stopt mijn controle met schieten. Wat? Hij schoot 1 kogel en hij stopt opeens, man. Wat is dat nou weer voor bullshit? Kom op, ga op die dropzone, jongens. Kom aan, we kunnen nog makkelijk winnen. Ah, shit. Teammate, achter je, achter je, achter je, achter je. Teammate, draai je om. Kut support squad, mate. Waarom gaan mijn teammates niet op die dropzone? Ah, niemand gaat erop. Kom op. Zet je microfoon uit. Ik hoef die muziek niet te horen van je, vriend. Oh my god, hij heeft fucking... Weet ik voor wat voor muziek aanstaan. Ik heb hem erop. Er zit er ook nog een hier top aan. Ik mute hem zo meteen hoor. Sorry jongens, maar... Oh, wauw. Wat is dat nou weer voor muziek? Ik hoor de muziek nog ineens, want zijn microfoon is veel te scheid. Ik ben weer de enige die op de dropzone ligt, natuurlijk. Dat ben ik nu wel gewend, jongens. Oh my god, ik moet weer reloaden. Waarom heb ik geen slide of vent aangezet, man? Waarom? Ah, shit. Ze hebben weer een helikopter. Uh-oh. Snel, ik heb die vent gemute. Nu moet ik doorgaan. Ga op deze dropzone, jongens. Hier, de enemies spannen er gewoon op. Ga erop, ga erop. Kom op, we houden deze dropzone. Dan kunnen we nog winnen. Nog 1 minuut staat op de klok. Komt er een achter me. Heb jij een teammate? Nice, lekker jongens. Check op je gas, check je gas, check je gas. Is dat mijn care packs of niet? Oh nee, natuurlijk niet. Iemand krijgt die shields en het is weer niet van mij. Rot toch op joh. Komt er hier sowieso heen. Yo. En dan komt er ook nog een via gas jongens. Via gas, 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 gas. Ik ben de enige die er ook echt gewoon gaat inrennen om ze dan te killen. Hè? Mijn teammates die staan gewoon op die dropzone. Je moet wel opletten jongens. Maar ze staan op de dropzone by the way. Het is een wonder. En we hebben de 50 kills ook gehad. We hebben gewoon bijna de 60. Plus we hebben nog een spotje gewonnen. Hoppatee jongens. That's how we roll. Let's go teammates. Kijk uit voor die granaten. Want er komen heel veel granaten aan. Links lopen er 2. 1. En kijk uit voor de tweede. Kijk uit voor de tweede. Let's go teammate. Nice. Mooie kill. Ja, heb ik ook. Oké, we moeten nog wel even deze drop zo houden. Anders hebben we alsnog verloren. Weer in het midden man. Dat was nu al 2 keer. 3 keer zelfs al in dit potje natuurlijk. Oh shit, ik weet niet waar... Oh, ik zit, ik heb hem al. Ik zit er al op. Er zit nog steeds eentje daar. Die is dood. Lekker helikoptertje van mijn teammate. En... Oh, jij bent een enemy! What the fuck? Ik dacht dat het een teammate was. We hebben gewonnen, man. Let's go. Puk zit erop. Hoppatee. Holy shit. We hebben er 50 kills gehaald. En we hebben nog een spotje gewonnen. En ja, ik heb voor de objective gespeeld. En natuurlijk voor de kills. En dit was echt gewoon een heerlijk potje. En kijk die killcam. Kijk. Huh? Oh, je bent een enemy! En die andere was ook een enemy, man. Er stonden 2 enemies naast me. Let's go, jongens.
Lekker gedaan, mensen. Ik hoop dat jullie natuurlijk hebben genoten van dit live compleetje. Als je nou meer wil zien van Call of Duty Ghost, laat even jouw challenge weten in de reacties die ik dan kan gaan voltooien natuurlijk. En dan weet ik jullie bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye.